Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mijn kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een spel voor jullie. Het is een waterspel en het heet Water Wreckers. En het is een soort van tennis, maar je speelt het niet met een normaal racket, maar met waterballonnetjes en speciale rackets. En je kunt dan dus nat worden. Het is natuurlijk een perfect spel voor in de zomer als het dan warm is. En als de zon veel schijnt, dan is dat hartstikke leuk, denk ik. Het spel is gemaakt door Beluga en is voor kinderen vanaf 4 jaar geschikt. Als je de waterballon goed raakt, dan kun je de tegenstander weer nat maken juist. Dus ik zal de set eens eventjes uitpakken. Hier hebben we de waterballon al. En verder hebben we nog zo'n balletje. Je kunt dit spel namelijk op 2 manieren spelen. De ene met waterballonnen of met zo'n balletje. Deze bal vliegt ongecontroleerd. Dus het spel dat kan erg chaotisch worden hierdoor. Het is dus een verdraaide bal. Dan hebben we hier een racket in het groen. En je ziet dat er een soort elastische stof op zit en daar staat splash op. Hier aan de zijkant heb je ruwe randjes. Het voelt een beetje aan als schuurpapier, alleen dan in het zwart. En als je dus aan deze kant ergens een waterballon tegenaan gooit, dan gaat de waterballon natuurlijk stuk. Ik denk dat hij met mijn pech gelijk zou kapot slaan op deze randjes. Dit is dus een erg ruw randje wat ervoor zorgt dat de ballon gauw knapt. En wat hebben we verder nog? Hier hebben we een ander racket. Die is oranje. Het spel kun je dus spelen met 2 spelers. Je kunt het dus op 2 manieren spelen. Met dat verdraaide balletje of met de waterballonnen. Hier heb je nog instructies. En dan staat dat je de waterballonnen maar met een diameter van 5 centimeter moet vullen. Ik denk dat ze anders te snel gaan knappen. En daar kun je er niet echt normaal mee spelen. Dat is natuurlijk ook niet leuk. En dan kunnen we denk ik ook gelijk wel beginnen. Maar goed, dat lijkt me dus erg leuk om te spelen in de zomer. Misschien vinden jullie dat ook zelf wel. En misschien kennen jullie dit spel al. Als je dat gespeeld hebt, dan kun je dat laten weten wat je ervan vond. Het lijkt me eigenlijk wel grappig. Als je eenmaal in het spel zit en het is warm, dan is het natuurlijk denk ik helemaal niet zo erg om kletsnat te worden. Maar goed, misschien vonden jullie het wel helemaal niet leuk als dat gebeurd is. Dat kun je wel laten weten. Dat was dus Water Wreckers. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien en dat jullie de video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog, laat een leuke reactie achter en vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Tot de volgende keer. Doei!